Bewoners van Klein Henaar in Nikeri zijn al enkele dagen ontevreden over het drinkwatergebrek dat heerst in het gebied. Al ruim 2 maanden krijgen zij geen druppel water uit de kraan. Een tussentijdse oplossing van de districtscommissaris om in Durotanks water te laten leveren aan de bewoners van Klein Henaar schijnt ook niet te werken. Niet een ieder kan zich namelijk een Durotank permitteren. Tijdens de openbare DNA-vergadering afgelopen donderdag vroeg VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi aandacht van de regering voor deze kwestie. De situatie van drinkwater in Nikeri en zeker in het Henaar-gebied, voorzitter, vraagt heel veel aandacht van de regering. En ik weet dat SWM bezig is, ik weet dat NH bezig is, ik weet dat de president ook op de hoogte is van deze zaak, voorzitter. Maar ik vraag de regering om alle spoed te betrachten, voorzitter. We kijken aan tegen de droge tijd straks en de zaak gaat erger worden. Ook vroeg Jogi aandacht voor het slechte wegdek richting Nikeri. In de afgelopen dagen zijn er foto's gedeeld op social media die een beeld geven over de gesteldheid van het wegdek. De situatie van onze Oost-West-verbinding, voorzitter, namelijk in de buurt van Koroni, Burnside, Wageningen. Het is bijzonder slecht en de regens houden een beetje, het regent niet meer, voorzitter, laat me dat zo uitdrukken, als enkele maanden geleden. Ik denk dat er ruimte is en de begroting is goedgekeurd, ook van het ministerie van Openbare Werken. En ik vraag aandacht dat er serieus aandacht wordt gegeven aan dit punt, probleem, zodat we in deze droge tijd zeker de zeer slechte delen van de wegdek kunnen aanpakken. Waardoor de mensen met een beter gemak, voorzitter, over de weg gaan. We hebben vakantie straks. Het gaat druk zijn. Dus ik vraag de regering inderdaad om de nodige aandacht te geven. Zowel voor het drinkwaterprobleem Henaar als de weg Burnside-Wageningen-Koroni. Dank u.